De uittocht van mensen uit Venezuela zorgt op Curaçao voor steeds grotere problemen. Er zijn daar nu zo'n 15.000 Venezolanen. Dat is 10% van de totale bevolking van het eiland. De overheid van Curaçao kiest voor een harde aanpak om anderen te ontmoedigen. Geen deken, warm eten en een advocaat, maar handboeien en een politiecel in afwachting van hun deportatie. Dat wacht Venezolanen die Curaçao proberen binnen te komen. Want volgens Curaçao zijn het geen vluchtelingen of asielzoekers, maar illegalen. Vluchtelingenorganisaties maken zich grote zorgen. Er is geen sprake van een fatsoenlijke, zorgvuldige asielprocedure. Daardoor verdwijnen mensen of in de illegaliteit of worden opgesloten in de gevangenis. En zijn voor ons de hulpverlening onbereikbaar. Curaçao is onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland moet Curaçao daarom helpen, vinden vluchtelingenorganisaties. Sommige Venezolanen weten uit handen van de politie te blijven, maar als illegalen zijn ze erg kwetsbaar. Vooral vrouwen en kinderen kunnen geen kant op. De vrouwen met wie wij spraken wilden niet herkenbaar in beeld uit angst gearresteerd te worden. Achter de muren van veel huisjes op Curaçao voltrekt zich net als in Venezuela een humanitaire ramp. Een stille weliswaar, maar niet minder ingrijpend. Alice is net als duizenden andere Venezolanen op het eiland de armoede in eigen land ontvlucht. Ze is zwanger en moet binnenkort met een keizersnee bevallen. Maar zonder geld of verzekering wil geen ziekenhuis haar helpen. El precio de la cesárea como mínimo debería de tener a la hora de entrar al hospital 4.000 florines. Sin esa cantidad de dinero no me pueden atender. A veces no puedo ni dormir por las preocupaciones de qué voy a hacer, de que ya falta poco para la fecha del parto y no tengo nada. Dat is voor de Venezolaanse Carmen net iets anders. Haar Curaçaose vriend wil haar kind erkennen, maar ambtenaren bij de burgerlijke stand weigeren dat. A baby, nothing, young nationaliteit over aquí. Na crunch, na bisanosco, no no puedo, mi no puedo reconocer baby. Pero na no bisami, di con. De minister die gaat over registreren van vaderschap zegt niets te kunnen doen. Het is een kwestie van, inderdaad, we hebben een probleem, dus het is ermee worstelen, kijken hoe we eruit kunnen komen. Uitgangspunt is altijd de wet, de regels, daar kunnen we niet van wijken. En dat is nu juist de vraag. Herlan heeft wel een geboorteakte en er is wettelijk geen obstakel om een erkenning te weigeren. De illegaliteit van tienduizenden Venezolanen op Curaçao zorgt voor onnoemelijk veel, vooral verborgen leed. De verhalen van Alice en de vader van Herlan zijn slechts het topje van de ijsberg. En de Curaçaose politiek wil zijn vingers daar niet aan branden. Waardoor een oplossing voorlopig ver uit zicht is. Curaçao heeft inmiddels de Nederlandse regering gevraagd om te helpen bij de vluchtelingencrisis.